Zijn jullie ready voor deze call? Het zijn Dylan en Ippy. En Edo gaat als eerste vliegen voor mij. Alright, we zijn in poster. Leuk. Dan ga ik even deze kant op. Nou, trouwens, niet handig, want dan gaat Anko al heen. En ik wil eigenlijk nooit dezelfde kant oplopen als mijn mede-impostor. Heel erg irritant. Als hier nu één iemand is, dan kan ik hem gewoon shanken. Oh, helaas, er zijn er twee. Dat is jammer. Daar had ik echt heel erg easy iemand kunnen shanken. Maar was nu niet zo handig om te doen, natuurlijk. Oh, chill. Hier kan ik mijn krediet claimen dat ik gewoon een crewmate ben. Omdat ik dit aan het fixen ben met Dylan. There you go. Alright, ik heb een goed idee. Kut. Sabotage. Oh, jammer. Ik heb het opgesloten hier. Security. Alsjeblieft, dat hier iemand is. Een dead body. Het is Noah. Ik was een reactor aan het lopen en daar lag Noah. Dus ik wie is daar voor het laatst geweest? Want dat alarm ging af en daar lag Noah. In mijn reactor. Nee, nee, ik ging richting reactor en toen ging dat ding af en toen lag de body daar dus, van Noah. Bij reactor dus? Nee, bij upper engine, die boven met B, in die gang. Ik was er bijna bij reactor. Oh, in die gang? Ja, in die gang, bovenin. Oké. Die waren die twee mensen die... Die zijn daar voor het laatst geweest. Ik was op dit moment in admin met Edo. Ik stond op dit moment op de camera's te kijken, dus ik ben daar wel in de buurt geweest. Maar ik heb niet de kill gemaakt. Ik ben nu überhaupt geen imposter. Dus ik stond op security. Ik heb niks gezien ook op security. Dus dan is die kill wel echt op een bijzondere timing gemaakt, moet ik zeggen. Ja. Ja, ik was storage. Dus ik was helemaal niet in de buurt. Waar is storage? Ik wou naar die can lopen. Die benzine can. Die fuel tank. Ja, die ja. Oké. Ja, de enige die dan in de buurt moesten zijn geweest zijn is Roy en Anko. Ja, want niemand was aan de linkerkant van de map. Nee, ik zag 10 seconden voor die... Voor ja, die, Roy. Voor die Roy. Ik ben de hele tijd rechts geweest. Zag ik Anko lopen. Roy heeft dus niks gezien en Anko... Ja, nee, ik heb legit niks gezien. Nee, ik stond op security en op de camera's dus, nee. Maar ik heb daar geen body zien liggen. Want je hebt toch gewoon vision op die bovenste gang, of niet? Ja, dat is toch die bovenste gang? Ja, zeker. Daar, jij beweert dat daar de body lag. Ja, gewoon letterlijk in die gang. Ja, dat is het. Ik kan er niks aan upper engine in cafetaria. Ja, boven met B, ietsjes meer naar links, vlakbij upper engine, daar lag die body. Maar heeft iemand de admin map gekeken? Want dat is heel belangrijk. Nee, want ik stond admin swipe en iemand stond upload. Het enige wat ik heb gezien is in cafeteria, 10 seconden voor die oxygen, dat Anko naar links ging, naar upper engine, naar met B. En meer heb ik niet gezien. Ja, ik wil Anko ook aan het zeggen. Van hey, ik ben er geweest, ja, ik weet niet. Ik denk dat je sowieso niemand er nu moet uitstemmen als geen duidelijk. Ja, we hebben geen bewijs, Jared. Want, even foto 7. You know, dubbel kill, klaar. Ja, het kan ook van MedBay naar Electrical zijn. Ja, ik skip foto ook. Ik vind het raar, want ik stond op security, maar ik heb daar geen body zien liggen. Simpel. Dus dat vind ik, heel bijzonder aan het verhaal. Maar goed. Oké. Kom verder. Ik werd daar bijna gewoon letterlijk voor de train gegooid. Omdat Anko een raar verhaal had over skill. Maar goed, ik heb mezelf er volgens mij nog redelijk uit kunnen lullen. Goeie call van Ido om te zeggen, joh, we skippen wel gewoon fout. Lekker Ido, goed bezig. Eerlijk gezegd, als ik in hun schoenen had gestaan, had ik niet gezegd skip fout. Had ik sowieso Anko eruit gestemd op verdenking van zelfreport. Wat natuurlijk ook zo was. Maar ja, door zijn verhaal liet hij dat ook wel heel duidelijk lijken ofzo. Had hier iemand voorbij lopen? Nee. Jammer. Oh jawel, twee mensen. Maar goed dat ik dan daar niet heb gecampt voor een kill. Laat alsjeblieft nu richten. Ja, top. Kijk, dan kan ik hier gewoon heen. Oh, laat deze beter een keer werken. Ik spes via bovenkant van cafeteria lopen. Ja. Ja, de deuren gingen achter hem dicht. Dit is echt zo... Werden de deuren dicht gesmeten achter hem, ja? Waar was het überhaupt? Ah, het was een electrical. Volgens mij, ik en Dylan, die stonden voor de deur dicht bij electrical. Ja, okay. Jullie zagen mij en jullie zagen mij en... Maar iemand is gevent, 100%. Ja, maar als jij en Reno elkaar kunnen kleren en ik dan iemand... Wij kunnen elkaar vieren, kunnen wij kleren, dan blijft er letterlijk één iemand over. Nee, twee. Anko en Roy. Anko en Roy. Ah, natuurlijk. Maar,
Maar waar is hij überhaupt Het zou toch gewoon kunnen dat één van jullie vier gewoon imposter is. Ja, maar we is, weten maar deze... dat er nog twee zijn, Johan. Dus dan... Ja, maar wacht even. Het kan toch gewoon zijn dat één van jullie vier imposter is, maar niet deze kill heeft gemaakt? Dat wil ik even wel uitgesloten hebben. Ja, dat zou kunnen. Nee, okay. Sowieso één van jullie twee. Ja, nou, dan is mijn theorie, want ik stond in de eerste ronde stond ik op security. En ik heb echt letterlijk de hele tijd de camera's gekeken. Ik heb geen kill gemaakt zien worden. Dat de eerste ronde het een self-report is geweest van Anko. En dat de tweede imposter één van jullie vier is. Dat is mijn theorie over dit game. Ik vind het wel echt een rode kill. Het kan aan mij liggen. Ja, maar Reno is het 100% vibes. Nee, Dylan. Ja, mag, ja, ik weet dat het 100% niet guard is. Ik zag Ivan en guard niet richting security lopen. Ik weet niet wie er allemaal voor de rest zijn. Wij gingen zeg maar voor die vents kijken bijna. Anko, waar was jij dan? Anko, waar was jij? Ja, ik was bij reactor. Linksboven bij die knopjes ding aan het doen. Ik was richting dingen aan het lopen. Hoe heet dat ook weer? Electrical. En toen kwam ik Ivan en guard tegen die naar security gingen. Waar was jij, Roy? Waar was ik? Ik was in Map B. Ik was in Map B, scan gedaan. Daarna doorgelopen. Dus shit, het kan ook een van Ivan en Guard zijn. Letterlijk. Mark my words, want ik ga dit ook gewoon straks aan het einde van het potje, als het voorbij is, ga ik dit tegen je gebruiken. Eerste ronde, Anko zelfreport op die bovenste gang, want ik zat op security. Ik kan daar echt letterlijk niks anders van maken dan dat. En de tweede imposter is één van jullie vier stinkende ratten, die nu gewoon zich shield achter drie innocents, omdat jullie met z'n vier hetzelfde hebben gezien. Roy en Anko. Roy en Anko. Jullie kunnen heel graag kleden. Maar gaan we stemmen? Wie gaan we stemmen? Ja, ik stem, ja, ik stem Anko. Doe maar wat jullie willen. Roy? Maar ik stem Anko. Ja, dit moet Roy zijn. Als Anko nog kan bevestigen dat wij daar links waren. Als Anko weet dat wij daar links zijn geweest, dan inderdaad. Alright, you will see at the end of the game. Ik heb zojuist mijn statement gedaan. Good luck, guys. Zouden we door. Nou, dat was wel een lekkere kill. Ik vond het eerlijk gezegd echt een lekkere kill op Ippie. Het was alleen jammer dat zij dus blijkbaar met z'n vier allemaal hetzelfde hadden gezien. Dat is jammer. Dus ik ben benieuwd hoe Anko het nu gaat spelen. Het zou wel echt grappig zijn als niemand deze code pakt. Want volgens mij zijn ze allemaal link. Ah, jammer, iemand komt er al aan. Die gaat deze code fixen. Op zich deed Anko dit volgens mij niet verkeerd. Iemand staat opgesloten daar. Oeh, ik ben zo benieuwd hoe hij dit gaat spelen. Ik denk dat dit gewoon een doom scenario is. Want hij wordt sowieso al verdacht. Iedereen dacht al dat wij twee het samen zijn. Het is jammer, de eerste kill van Anko. Die heeft mij al verdacht gemaakt de eerste ronde. Dat is gewoon balen. Dat is balen. Ah, misschien maakt hij nog wat van. Wel een interessant potje. Ja, leuk. Ik vind wel dat hij het leuk speelt. Ik weet niet. Hij doet wel echt zijn best om ze gewoon te verneuken eigenlijk. Maar net niet de hele tijd helpen met de sabotages en zo. Hij moet gewoon hopen dat er even één iemand alleen ergens binnen komt lopen. Zodat hij zijn moment kan pakken om te shanken. Dat gebeurt maar niet. Ze drukken ook niet de emergency knop in. Dus ze verdenken nog niet echt iemand. Ik denk dat zij hopen op een heterdaadje. Dat ze gewoon aankoop heterdaad betrappen op iets. Lights. Oh, slim. Slim, zo slim. Heb ik ook gedaan. Dan nu gewoon tegen die lichten aanstaan. En dan hopen dat je iemand in het donker kan shanken. Dat is helemaal geen slecht idee. Dat zou ook denk ik wel het beste zijn wat hij kan doen. Oeh, nice. Dan gaat hij nu in het donker staan waarschijnlijk. Of hij vent weg. Smart play. Smart play. Holy damn, smart play. Dit is echt fucking goed gespeeld. Waar is hij heen gevent? Ik ben hem kwijt. Kutzooi. Huh? Kutzooi. Anko, waar ben je heen? Nee! Anko! Oh, hier. Got him. De vent werd gepopt in Map B. Ik wil nu dat iedereen zich waardeert. Ja, ik zag volgens mij, ik zat op admin te kijken en ik zag iemand venten van Mad Bay naar Electrical en weer volgens mij terug naar Mad Bay. In Electrical ja, laatste Mad Bay was ik, zeg maar, omdat ik zat in security te kijken op cam. Echt benieuwd hoe hij dit ja, ik was van admin naar... Hij moet deze ronde overleven, dat ze hem niet eruit stemmen, dan is hij hier. Dan heeft hij nog maar één iemand te killen. Ja, maar als jij op admin hebt gezeten, tenzij ze allemaal skip dood doen. En Games for Real, die heb ik bij admin zien lopen. Rechts dus. Ik kan Anko eruit stemmen, dacht ik al. Ik liep in storage. Ik maar was Anko. Anko, waar was jij? Weapons. Helemaal rechts. Ja. Reno, waar was jij? Ik was bij admin kijken toen de licht uitging. Zeker, die durft te komen. Ja, hij is echt op admin staan. Ja, oké. Okay. Ja, ik weet sowieso dat Reno clear is met de vorige ronde. Waar lag de body? In Electrical weer. Maar ja, denken jullie niet dat we sowieso moeten gaan stemmen? Ik wil niet deze tactiek gebruiken zoals ik imposter zijn, maar het is geen reden waarom ik iemand zou killen, want hij hardcleerde mij vorige ronde. Dus ik zou, als ik imposter was, had ik hem gewoon levend gehouden. Ja, ik weet niet. De eerste ronde vond ik Anko heel erg sus, dus ik weet niet wat we moeten doen nu. We hebben trouwens Roy wel goed, want anders was het nu done. Ja, ik denk dat Anko sus is, man. Maar daarnaast, guard.
Ja, ik vind dark. Toen die reactor afging, ging jij liep in de gang bij storage naar electrical, terwijl je ook gewoon door kon lopen naar... Ja, want... Hij speelt goed, man, Anko. Ik heb nog twee thuis gehad. Maar waarom liep je dan niet mee dan? Want je kon ook rechtdoor lopen, maar je ging nog even afslaan. Terwijl... Als jullie daarheen toe gingen, dus dat was niet nodig. Ik denk dat we niet moeten gaan weten nu. Gaan Ja, het is toch... Skippen? Ik weet sowieso dat Dylan safe is. Ja, maar dat zou geen reden zijn waarom ik Roy vorige ronde volledig zou blamen als ik in posten zou. En daarna de gast, zeg maar, kill, die mij hard cleared. Er zit geen logica daarin. Misschien is dat juist een trick. Ja, die electrical ding dat je daar ging afslaan, dat was wel echt sus, man. Afslaan? Ik ben helemaal niet geweest. Ik ben wel bij weapons. Helemaal rechts. Maar waarom zou je een weapon doen? Waarom zou je die simpele test op het einde doen? Omdat ik van navigation naar weapons ging. Het is niet dat ik bij weapons mijn test nog heb. Welke task heb je nog? Hoeveel moet je er nog doen? Ik moet goed uit, hoor. Zo. Ik moet die twee draadjes nog verbinden. En dan ben ik bijna klaar. Ja, ik zeg skippen, ik weet het niet. Ik heb wel wat zo met twijfels tussen twee, maar... Maar zijn jullie klaar of niet? Nee, man. Nee. Anko, gast, hij verbaast me. Hij doet het echt heel goed. Ik had toch gewoon een beetje bij elkaar moeten blijven. Hij doet het echt heel goed. Ja, als wij twee bij elkaar blijven, dan weten we sowieso dat hij van het meeloopt. Wat een potje dit, man. Ja, sick. Nou ja, nee. Sick. Ja, ik skip hem. Ja, kuk. Het zou nu echt een Ajax zijn, dat is wel gewoon skippen. Sowieso Anko. Ja, ik denk Anko of Guard. Ja, ik weet niet waarom, maar Anko kan gewoon niet liegen. Die ja, ja, wat je. Zo, man. Kom op, man. Hier, voor hem. Ja, oké. Okay, ze denken wel alle drie dat het Anko is. En het gaat nu een lastig verhaal voor hem worden als zij nu met z'n vier allemaal bij elkaar blijven. Dan is het fucked up voor Anko. No matter what, dan is het fucked up. Als zij nu besluiten, wij blijven met z'n vier de rest van de pauwpartij bij elkaar. Oh, ga erin. Oh, hij had erin moeten staan en een kill moeten maken. Ik weet niet of dat kan, of hij nog zijn kill cooldown heeft. Waarschijnlijk heeft hij nog zijn kill cooldown. Ik ga hem natuurlijk wel even helpen. En dat doe ik als volgt. Door hier de deur te sluiten op het moment. Jonk. Houden ze wel vier. Hou maar de. Hou bouw de. Ik kan ze nu allemaal heen lopen. Ik hoop dat ze met z'n allen nu naar een kant van de map lopen. Dat zou super dom zijn, want dan kan ik natuurlijk iets saboteren. Ze gaan allemaal die kant op. Dat is perfect. Dat is perfect. Hoppakee, O2. Ja, dat is kut, hè? Het kan zomaar zijn dat deze O2-sabotage ervoor gaat zorgen dat we winnen. Want zij moeten natuurlijk ook deze gaan fixen. En wie gaat dat doen? Daar is alleen Anko in de buurt. Die kan daar een kill maken. Die kan daar iemand shanken. Die kan degene shanken die de kill... Die sabotage wil... Oh, deze komt met z'n tweeën aan. Een dubbel... 8 seconden krijgen ze ervoor. Is dat genoeg? Oh. Ja, goede kill. Goede kill. Goede kill. Holy shit, dat is net op tijd. What the fuck? Anko, punt. Doei. Ja, het is Anko, want ik was degene die een app met dat ding heeft gekregen. Nee, echt gelijk gewoon. Ik was met Reno en Anko en Reno is nu dood. Nou, wie zou het zijn? Ja, maar wie zegt dat het niet Dart is? Het is helemaal gemaakt. Omdat ik degene ben. Nee, omdat ik degene ben die een app heeft gefixt. Ja. Jij was... Ja, Anko, groet. Eerste ronde was je al zus en nu nog harder ook, jongen. Hoi, joh. Zeg nou jullie, ben je het? Ja, weet ik niet, man. Ik wil even zeggen, oh, mijn respect mooi. Gaat uit naar Anko, want heb je tegen goed gespeeld, gast, holy shit. Ja, ik weet je welk argument je eigenlijk nog had moeten gebruiken, Anko, om jezelf nog net iets minder verdacht te maken? Je had eigenlijk moeten zeggen van, ja, maar als Roy imposter was, dat is bewezen, want Roy is eruit. Hoezo zou die mij dan voor de train gooien, weet je? Want ik had jou, snap je, daar had je jezelf een beetje mee kunnen kleuren. Ik had mij nog 16, want ik had echt heel veel. Ja, ik wist het niet. Oh. Het scheelde weinig, oh. Jawel, ik doe altijd gewoon hetzelfde. Crewmaat. Crewmaat, ja. Nou, vandaag is wel lekker gebalanced, jongens. Echt top. Ik ben voor mijn gevoel echt 50-50 de hele avond. Dus 50% crew met 50% imposter. Dat is leuk. Dat is echt leuk. Gaan we hier even het swipe kaartje doen die tegenwoordig best wel oké wil gaan. Never mind. Nu is het dan uiteindelijk toch nog wel gelukt, maar ja. Oh. Dit moet een heterdaadje zijn. Of niet? Dat kan het niet zijn. Net er van pissen, maar ik zie een lijk liggen in weapons. Ik heb niemand zien weglopen. Oh, ben ik niet geweest. Kan ik alvast gezegd hebben. Ik ben er wel geweest, maar ik heb hem daar gewoon zien staan. Letterlijk, hij leefde nog, dus die kill is dan echt net gemaakt. Ik kom net via cafeteria weapons binnen. Hoe lijp zou het zijn als gewoon Dylan daar aankomt lopen, Shank Noah self-report en dan nu gewoon deze card pool. Ik kom echt net terug en ik zie Noah. Wie staan er in navigation dan? Ik en Max. Wij kwamen.
Ja, jullie zijn nog taken fixed even. Nee, niks van event. Ik heb eerst even mijn verhaaltje. Want ik wil mezelf nu gewoon even helemaal clear. Ik heb geen zin in weer verdacht worden van imposter. Nou, vorige ronde was ik het ook echt. Dus jullie al helemaal gelijk hoor. Nee, ik begon met kabeltjes verbinden. Boven bij storage, weet je. En daarna heb ik swipecard gedaan in admin. En toen wilde ik weglopen van de swipecard. Werd er geboord. Dus ik ben helemaal niet in weapons geweest. Dus tik erin. Maar wat heb jij gedaan aan weapons? Ik heb gedownload. En ik loop nu letterlijk net boven met B, dus die kill is echt net gemaakt. Ik ben de hele tijd in cafetaria geweest, bovenin bij die dumper, dat je hem omlaag moet doen en bij downloaden. En toen werd het gereport. Dat was best wel snel. Maar Roy. Ja, maat. Dit jouw verhaal klopt op zich wel hoor, maar ik heb jou in admin gezien toen ik er ook was. Dus stond je naast die download ding. Nee hoor. Niet bij admin. Nee, want ik stond de swipecard te doen en jij stond naast de... Oh, heb ik dan de kabeltjes verbonden in admin? Dat kan ook. Ik weet in ieder geval, ik heb kabeltjes verbonden en ik heb swipecard gedaan. Nee, maar ja, ik heb je niet in story dus gezien, je stond in admin. Nee, dan is dat het waarschijnlijk inderdaad. Oké, ja. Scherp hoor. Ja, scherp. Heel goed. Ik haal eens in de gaten, Bea. Ja, zelfreportje, maar ik zou hem hier skippen. Ja, ik denk ook zelfreportje. Ik denk serieus dat het zo... Maar wel ziek dat hij dan gewoon op deze manier wegkomt met de kill. Dat is wel heel lijp. Als hij het echt nu heeft gedaan. Dat we denken, skip. Veel sus op zich. Ja. Maar ja, dan kan je net zo goed nooit gaan reporten. Dat is altijd zo. Ja, dat is wel waar. Ik kom net het spel in. Ja, dat is wel waar, Dylan. Ja. Ik fucked up gewoon. Ik weet het niet. Even kijken hoor. Ik ga naar Electrical toe. Want daar zijn twee taskjes naast elkaar. Dus laat ik die even allebei gewoon eventjes doen. Hebben we dat maar gehad. Hop. Oh, helaas. Hop. En hoppakee. Dan gaan we deze doen. Volgens mij schuifje omhoog. Joep. There you go. Zoals Shahid in dit geval gezegd zou hebben. Swipe op. Swipe op met het schuifje. Hier Electrical. Of snel fixen voordat er imposters aankomen die het willen verneuken. There you go. Ah, ja, die heb ik even mooi gefixt, hè, Ip. Hier gaat waarschijnlijk een kill gemaakt worden, hé. Hey. Oeh, toch niet. Ik denk ze waarschijnlijk alleen te zijn. Dan ga ik gewoon weer terug, hé. Hey. Ik hou ze in de gaten. Tot twee keer toe gewoon eventjes terugkomen om te checken of er een kill wordt gemaakt. Dat hebben we niet gedaan. Oké. Upper engine. Dan gaan we even fixen. Zo, het is ook wel een zieke plek, of een nare plek moet ik zeggen, om iemand te killen, hè. Het is echt zo'n dark spot daar. Real. Kan nooit zo snel die task gedaan hebben, dit sinken. Kan niet. Gefaked. Geloof ik niet. Nee, kan niet. Kan je nooit zo snel gedaan hebben. Dus dat gaan we gelijk even melden. Ja, Dylan. Ik moet nou toch helaas wel echt eventjes zeggen dat je nu voor mij ook officieel verdacht bent. En wat voor reden dan? Mag ik zeggen waarom? Ik, ik kom vanuit Low Engine. En jij loopt reactor in. Ik ging richting Upper Engine. Ik heb daar het schakelaartje omgezet. En ik loop terug en ik zie jou van die sink... task afkomen, waar je de hele tijd moet wachten tot die vierkantjes in beeld komen. Die sync task kan jij nooit zo snel gedaan hebben, gast. Nou, dat heb je echt letterlijk... Tijdje, je hebt die task dan echt in 15 seconden gedaan. Nou, iets meer, zoiets ongeveer wel, ja. Maar baseer je daarop? Ja, bedoel, ik doe hem gewoon. Ja, nou, het is meer de combi van. Dat ik in de eerste ronde dacht van... zou goed de self-reportje geweest kunnen zijn. En je nu de task gewoon heel snel finished. De langste task in de game. Ja, ik snap die redenering, maar die eerste ronde, ja. Ik had een multitask, ja. Ja, dan was ik ook niet zus geweest, maar ik heb het gewoon gedaan, omdat ik het toevallig daar zag liggen, ja. Ik kwam iets aan. Dus wel Speedy Gonzales. Ja, het is echt tik snel. Ja, 15 zoiets, iets meer weet ik het. Ik heb het niet bijgehouden. Want stond hij al in reactor toen jij daar aankwam? Nou ja, kijk, we kwamen allebei vanaf Lower Engine aanlopen. En toen ging hij reactor in, omdat hij daar zijn task had. En ik ging Upper Engine in. Dus ik loop naar Upper Engine aan de bovenkant. Ik zet het schakelaartje om. Nou, en ik loop terug. En toen ik terugliep, kwam Dylan alweer uit reactor lopen. Dus dat is echt, ik denk serieus dat hij... Ik kwam net binnen en toen liep ik weg. Ik denk dat hij echt letterlijk 15 seconden over die task heeft gedaan. Langer is het niet geweest. En dat vind ik wel heel snel voor die task. Ik heb het nog nooit in zo'n tijdsbestek gedaan, die task. Nou, dat is zeggen, meer... Ik heb geen foutjes gemaakt, dus het was wel snel klaar. Oké. Nou, misschien is het ook niet genoeg om hem daarvoor te verdenken, hoor. Maar ik wil ik toch even met jullie... ik denk ook skipfout. Ja. Maar ik wil dit verhaal gewoon even met jullie delen. Ik ga hem nu gaat houden, hè. Ja, goed. Hoe noem je Ippie? Als hij twee staartjes had gehad. Pippie. Langkous. Hahaha.
Oh ja, leuk. Leuk. Welke Pippi? Pippi. Dat is dat kinderprogramma voor de mensen die het niet weten. Echt een OG-programma, keek ik vroeger altijd. Pippi Langkous. Met Tommy en Annika. Ja, dat waren de twee kameraadjes van Pippi. Pippi Langkous. Woon dan in er eentje in zo'n tamtoe groot huis. De vader was schipper en zo. En die had een aapje als huisdier, meneer Nielson. Ik hou er wel over op. Als je dit niet kent, is het namelijk verschrikkelijk om dit verhaal aan te horen. Denk je van, gooi, hoe je me echt geen reet. Waarschijnlijk, dat denk ik. Denk je dat zoiets denkt. Goed. Nou, Pippi Langkous dus. Ik ga even downloaden in de meanwhile. En nog steeds gaat mijn verdenking wel voor nu echt het meest uit naar Dylan. Omdat ik niet zou weten wie ik anders zou moeten verdenken. Ja, zijn story is best wel raar, toch? Oh, dat vind ik naar. Wie heeft die deur dichtgegooid hier voor mij? Is hier dan toevallig kill gemaakt? Omdat hij niet wilde dat daar... Nee, geen kill gemaakt hier. Oh, dat is Dylan. Oké, dat was wel een moment waarop hij zou kunnen shanken. En dat heeft hij niet gedaan. Dus of hij is gewoon geen imposter, of hij had een kill cooldown. Omdat hij al ergens anders een kill heeft gemaakt. Ja, welke van de twee is het dan, hè? Hey, man. Zo, zijn er even twee neergestoken. Oh, dat is kut. Dat is echt kut. Degene die ik vond was bovenin storage bij de draadjes. Bovenin storage bij de draadjes. Nou, jij liep de hele tijd met guard, Ivan, was jij dat? Ja, maar ik was hem al lang kwijt toen hij in reactor ging. Toen kwam ik jou in upper engine tegen, ben ik doorgelopen richting medbay, daar kwam ik Ido tegen. Ja, dat klopt. Waar is guard? Heeft iemand hem gezien dan waar hij ligt? De laatste keer was hij in reactor. Mike, in reactor. Het is helemaal links. Daar kom je namelijk letterlijk net vanaf. Oké. Ik ben Dylan gecrossed. Toen ik uit Shields kwam lopen, liep ik naar boven en toen liepen Dylan en ik liepen elkaar letterlijk tegen het lijf aan. Dus hij had daar de kans om mij te killen, tenzij hij al een kill had gemaakt en nog eens een kill cooldown zat. Maar als de body niet in de buurt is gevonden van Weapons O2 Navigation Cafeteria Admin, weet je, die hoek een beetje, ja, daar dan... Ja, hij wel, boven in storage namelijk. Ik heb maar dan kan het zijn dat hij zijn kill cooldown had en me daarom niet kon shanken, waardoor ik hem dan alsnog nu kan verdenken. Maar aan de andere kant, I don't know. We crossfire elkaar letterlijk. En ik ben de enige die een beetje tot twee keer toe Dylan echt heeft verdacht. Dus dan had hij me killen. Ja, ik heb Dylan niet gezien voor het laatste storage bij... Ja, ik liep via Shields waar ik Roy tegenkwam naar storage via onder. En toen daar kwam ik jou tegen. Wij zijn elkaar niet tegengekomen in Shields, Dylan. Wij zijn elkaar tegengekomen in dat gangetje van O2 en Navigation. Ja, die gang daar via Shields. Edo, waar ben jij nu? Ik zeg het net, ik kwam net vanaf Electrical. Die kant loop nu letterlijk vlak bij de gang van Communications daar. Onderaan in storage. Hoe ben jij dus dat is heel gegaan? Erg verdacht. Hoe ben jij naar Electrical gegaan? Ik vind Edo sowieso passief. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Vorige ronde gewoon duidelijk meegepraat. Maar ik ben gewoon vanaf de linkerkant gekomen, vanaf reactor daar. Daar en wat heb jij naar Electrical gedaan? Niet, want daar was ik de hele tijd met Ewan. Ik heb niks in Electrical gedaan. Nee, jongens. Dus dat ik bij de gang bij Electrical. Ik denk zijn dat jullie dat ready? Kan en dat je, moet dat iemand stemmen? Zijn jullie ready voor deze call? Het zijn Dylan en Ippy. En Edo gaat als eerste vliegen voor mij. Dat nou weer dan? Maar je hebt mij toch gewoon de task zien doen? Ik heb letterlijk... Dan nee, ik vind je gewoon een passieve Ippie. Letterlijk een Pippie. Dat is toch op het ook gewoon wat ik net zei. Nee, maar oprecht. Ja, ik weet niet. Edo, als jij... Alleen nog mijn shields ding. Ik merk dat gewoon bij jou, gast. Ik durf voor 99% zeker te zeggen dat je imposter bent. Oprecht. Ik vertrouw Dylan minder, wat dat betreft. Ja, eerst Dylan, hè. Eerst Dylan. Ik zou eerst Dylan doen. Ja. Nou, oké, ja. En als dan nu blijkt dat het potje verder... Nou, ja, gewoon met de eerste ronde. Ik ben eerst een self-report, daarna... Dat je vlak wordt gezien bij waar nu wel Sofie. Ja, maar het was geen zelfreport. Nou, als die ik nu gaat... Ik vertrouw dat ook niet helemaal. We merken het van... Als Dylan nu gaat vliegen en het potje gaat verder, dan hebben we een good shot. Als het potje nu ten einde is, dan we fucked up. Maar... Er moet er sowieso één zijn. Ja, exact de moed ook. Nou, oké, okay, ja, nou, nou. Hey Dylan, hij stemt ook al op zichzelf. Dan was het wel een lijp zelfreportje van u in de eerste ronde. Vond ik wel een leuke play, legit. Gaat het door, potje? Jazeker, lekker! leuk! Het was gewoon een zelfreport van Dylan de eerste ronde. Wat ziek, hè? Dat hij dat gewoon durft. Dat hij dat gewoon durft, vind ik echt heel ziek. Het verhaal ook gewoon van, ja, ik was even pissen en... ja, ik kom terug en...
Nee, ik zie je body liggen in weapons. Ik weet ook gewoon precies het verhaal. Oh, Reno, ik vertrouw je niet. Ik ben blij dat ik niet met hem mee ben gelopen. Ik weet niet. Ik vertrouw het gewoon niet, hè. Dat is fucked up dat ik dit moet doen. Want dan moet ik een minuut lang wachten. Dat is echt heel fucked up. Want ik heb verder geen andere tasks meer. Ach. Ik heb ook geen emergency knop volgens mij. Nee, klopt. Geen emergency knop meer. Dus ik kan eigenlijk niks doen. Het enige wat ik nu kan doen om van value te zijn voor mijn team is een beetje info scannen. Eén iemand knipperde op shields. Dus iemand gekild in shields. En Reno en Impy komen daar vandaan. Waarom knippert het dan daar? Het is toch zo, als dat knippert op de admin map, dan is daar iemand geshankt. Oh, wat is er gesaboteerd? Fix lights. Oké. Ik ga die sample even ophalen. Ik denk dat we nu wel ongeveer een minuutje verder zijn, right? In ieder geval in de buurt van misschien nog 10 seconden of zo. Ik moet wachten. Heel veel langer zal het niet zijn, right? There you go. Die moet eruit. Werkt dat zo? Alright, alle tasks gecomplete. Kijk, scouten voor een body. Geen body, geen body. Insecurity, geen body. Ze lopen er met z'n drieën. Ze zijn allemaal nog alive, want we waren al met z'n vier toen deze ronde begon. Ja. Steeds met z'n vieren. Alright. Lopen met z'n drieën. We zitten nu in een cafeteria. O2. Oh my days. Iemand killt hem recht voor mijn neus. Terwijl dag! Ik sta opnieuw. Dag! Ik stond echt al de hele tijd. Ik ben echt de hele tijd met Reno samen geweest. Ook admin. Telkens als jij admin inging, kwamen ik en Reno er weer uit. Omdat we bang waren voor jou. Ja. Maar imposter. Ik heb slimme keuze om Reno te killen. En niet een Ido of een Ivan. Dat had ik het nu gelijk geweten. Oh. Dit is doordacht. Deze kill is doordacht. In theorie zou je hem kunnen skippen en waarom gewoon zou je die task nog hebben gedaan? Ja, maar waarom zou je die task zo lang nog niet hebben gedaan? Omdat want ik dit je zit echt letterlijk al de hele tijd rond te lurpen bij admin. Ja, maar dat vind ik dan een fout. Omdat je had al lang je task kunnen doen, dan hadden we gewonnen. Nee, Ido, omdat ik aan het wachten ben. Toen jij een kill aan het maken ik bent, ik meer maak aan je hem 12. Maar Ido, waarom heb je... Ik wil net zeggen, waarom heb je nog niet op hem gestemd als je hem zo duidelijk de kill hebt zien maken? Ja. Nou jongens, ik zou zeggen, kom maar hier met de overtuigingsskills. Waarom ben jij het niet, Ivan? Waarom ben jij het niet? Ik ben al best wel lang met Reno geweest. Ik zag dat jij op de cams ook zat toen Reactor gekald werd. Toen werden we met z'n drieën. Nou ja, jij hebt ons ook best wel veel op de cams volgens mij. Ja, jullie gingen cafeteria in en daar had ik geen vision meer. Dus slim dat daar de kill werd gemaakt. En Ido en Reno die liepen nog een stukje achter me. Want ik had eerst draadjes gefixt boven in cafeteria. En nu was ik onderweg naar mijn laatste tas. Die was in O2. Nou, dat werd O2 gekald. Dus was ik wel onderweg. Ik was bijna in weapons. En toen zag ik op de achtergrond, echt net in de vision range, zag ik Ido Reno stabben. Oké, Ivan, even Ido, sorry, maar ik ga met Ivan's verhaal mee. Ja, maar oprecht, hold on. Want ik heb al een heel simpel argument. Wat ik je net zeg, waarom zou hij zijn task nog steeds niet gedaan hebben? Hij heeft letterlijk anderhalf minuut bij die admin map staan. Waarom zou ik zeggen dat ik mijn task al wel klaar... Althans, waarom zou ik dat als imposter zeggen dat ik mijn task nog niet gedaan heb? Nou, om te zeggen dat je crewmate bent, weet je, dat je je task moet doen. Ik zou zo graag een heel klein willen inschakelen. Je kan ook skippen en dat we snel mijn laatste task doen, in theorie. Nee, want dan dat ga ik sowieso niet doen, want dan gaat de imposter lekker communication saboteren en een kill maken. Stem hem eruit, gast. Serieus, hij liep echt een knijteind achter me. En ik kon het nog net binnen mijn reactie. No, Roy, ik was bijna in weapons. Hey, Ido. Don't do this. Op je hond, Senna. Op mijn hond, Senna. Dat is echt de bullshit, Ido. Oh my nee, god. Dat is dat het je niet. Dat je die durft te poelen hier. Dat is echt heel zwaar. Ido. Nee, echt. Please. Op je Volkswagen Polo. Roy, alsjeblieft, stem mij eruit en neem die hond van hem, alsjeblieft. Nu is het klaar. Oh, wat zijn jullie erg. Dit is echt gewoon Iwans woord tegen Ido's woord. Wat zijn jullie ziek als jullie in de clash zitten, jongen. Holy shit. Oké, laat ik het zo zeggen. Ik vind het gewoon intelligent hoe de imposter heeft gekild. Want als Ido was gekild of als Iwan was gekild, had ik eruit gekomen. Dat is sowieso niet. Want ik ben niet intelligent. Nee. Ik ben een pauperlechte imposter. Nee, maar... Oké. Dan heb je hier je antwoord. Ja. Oké, Ido. Niet Ido. Ido, je bent echt Roy, heel echt erg, hè? Fout. Als je het wel weet. Je maakt echt een fout, Roy. Je maakt echt een fout. Ido, echt sorry, al mijn echt vertrouwen in jou. Roy. Ben ik gewoon nee, kwijt, Roy, hè? Nee, doe het niet. Stem op Ido. Alsjeblieft. Je maakt echt een fout als je niet op Ido stemt. Ik weet niet wat ik kan zeggen om je te overtuigen, maar 100% stem alsjeblieft op Ido. Oh my days, Roy. Ido, echt, hè? Je weet echt. Je bent echt.
Is het echt Ido? Dan ben ik echt zo disappointed. Ja. Oh, ik kom. Wat ziek. Waarom gelukkig? Ik wil bij de allereerste minuut. Hoe Ik word altijd in begin geschenkt. Letterlijk, Noah die stond daar. Ik ga echt zo lekker een mesje in Noah's rug. Dylan komt aanlopen, reporten. Wordt hij gedacht van een stilte? Self-report, hè? Waarom mocht ik altijd shanken? Ik weet alleen wel dat ik nu ook nooit meer geloofd ga worden als crewmate. Never, als ik op Senna of echt iets. Senna gaat het asiel in en je hond in je auto die wordt gesloten. Nou, Edo, ik wil het zeggen. Jouw hond, daar is het asielzoekerscentrum al voor gebeld. Die wordt zo opgehaald. Je auto wordt naar de sloop gebracht. Oh, wat ziek. Oh, wat ziek dit. Oh, wat ziek. Nou, Edo, ik denk dat je maar beter gewoon nooit meer mee kan doen met de mongens. Want ik stem je gewoon elke keer onderuit. Weet je dat wat? Ja, dat gaan we zien. Ja. Ja, ik weet ook hiermee, maar ik moest gewoon een keer winnen. Wat ben je ook een slechte imposter, hè? Dat is echt verschrikkelijk. En dat je dan durft te sferen op dingen. Oh, ja, dat is wel echt heel nasty. Maar Ivan, dat heb jij ook gedaan met je hamster. Ja, maar ik zweer het niet op levende dingen, joh. Hij heeft niet eens een hamster. Ik heb niet eens een hamster. Ja, heel vies, Edo. Ja, mijn Among Us respect ben je nu gewoon helemaal verloren, Edo. Echt waar. Die is gewoon niks meer van overgebleven. Daar is gewoon echt geen kruimel meer van overgebleven. Ik weet dat je graag houdt van eten, maar je hebt dit keer echt geen kruimel overgelaten van die taart. Echt, holy shit.